En president Chandrika Prasad Santokhi en minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken hebben gisteren geparticipeerd aan de 13e spoedvergadering van CARICOM-leiders. Deze videoconferentie werd voorgezeten door CARICOM-voorzitter Keith Rowley, premier van Trinidad en Tobago. Er is onder andere gesproken over het effect van de COVID-19-pandemie op de kwetsbare economieën van de lidlanden. De leiders hebben gekeken naar voorstellen van het IMF om middels monetaire en fiscale maatregelen tot gezondmaking van de economie te komen. Een ander belangrijk onderwerp betrof de kwestie van de beschikbaarheid en de kostprijs van het vaccin tegen COVID-19. Er is bezorgdheid geuit over de tijdige beschikbaarheid van vaccins in voldoende hoeveelheden ten behoeve van de Caribische lidstaten. Voorts heeft de vergadering middels een verklaring solidariteit betuigd aan Guyana, naar aanleiding van de agressie van Venezuela en de aantasting van de soevereiniteit en territoriale integriteit van het CARICOM-lidland.